Ik ben Egbert-Jan van Bel en ik ben de auteur van het boek Klote Klanten 3.0. We maken het onszelf moeilijk en dat is wel jammer. In mijn onderzoek sprak ik ooit een directeur marketing van een groot bedrijf en ik vroeg hem: wat is nou een klant voor jou? En hij zegt: een klant is voor mij iemand met mijn geld in zijn zak. En toen dacht ik al: het is een cultureel dingetje. Daar ligt het aan. En dat is ook het moeilijkste. Van hoe krijg je het klantgerichte denken door die hele organisatie heen? En dat is niet een modelletje. En dan moet je weg van customer insights en customer centricity, die de moeilijke woorden. Het gaat uiteindelijk om die klantgerichtheid, klantvriendelijkheid. Ik heb een hele belangrijke les zelf geleerd in het onderzoek. En met veel bedrijven gesproken, managers gesproken. En je ziet eigenlijk dat het probleem is wat ze hebben, is dat ze heel sterk op een soort van operational excellence zitten. De tent moet goed draaien. Dat is heel belangrijk, maar dat is niet het doel. Dat is uiteindelijk het middel om klantgerichter, om klantvriendelijker te kunnen zijn. En je hele organisatie daar ook in te betrekken. En het is jammer dat we soms afwijken naar dat rare Amerikaanse model. Het gaat om gewoon de menselijkheid. Dat is uiteindelijk wat het verschil maakt. Ik heb de top van Nederland geïnterviewd. Managers, ondernemers, de top 5 van Nederland in klantvriendelijkheid. Mensen zoals u en ik, die met de laarzen in de modder staan om het iedere dag weer goed te doen. Ik wil met dit boek de ambitie brengen, de inspiratie geven om zelf ook het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland te worden voor je klanten.